Hey Jaak, het de Roedette. Opnieuw. Hey Jaak, het de Roedie. Welkom, niet in mijn video. Very nice, I fucked your sister. Welkom terug iedereen bij een nieuwe Border Memes. What's up, let's go. Als jullie raden welke taal ik deze keer in intro gebruikte, dan verdienen jullie V-Bucks. Yes, gratis V-Bucks giveaway. Volg mijn Instagram en tag. Ik heb geen idee. De vorige keer hebben jullie mij niet teleurgesteld. En dat is een verandering, jongens. Yes, dankjewel. Applaus naar jezelf. Applaus naar jezelf. Goed bezig. Want jullie hebben niet heel veel 3 liter plus memes gemaakt, maar wat aardigs klein memes. En dat is natuurlijk de titel. Wat fijn. Maar vandaag gaan we weer kijken of jullie mij teleurgesteld hebben of niet. Op reddit.com/r/Roedie. Martijn, wat vond jij van de memes de vorige keer? Dat is een ontzettend Limburgse mening. Oké, we zijn aangekomen bij de allereerste. Niemand Roedie's brein en ark. Dit is wel waar. Ik moest hem even laten bezinken. Maar ik heb nu dus een gorilla getemd. Nee, een baviaan getemd. En ik noem hem Monkey Man, maar ik zing het dan ook. Monkey Man, Monkey Man. Dat klinkt heel erg Avengers. Ik snap hem nu. Daarom die link. Ah. Jullie kennen me beter dan ik mezelf ken. Roedie wou meme, hier heb je meme. Ik vraagt wat voor video's mijn nichtje kijkt. Mijn nichtje Alex Klein en Dennis 2. Ik, excuse me. Excuse me. Nichtje, come to the dark side of the YouTube. Ik heb een dikke hoofd en een gat in mijn darm. Hey bro, look at what I wrote. Alex Klein is leuker dan Roedie. Strenge bril. Waar is mijn strenge bril? Eat a child. Roedie ziet dat er nieuwe memes geplaatst zijn. Het zijn 3 liter pus memes. Het waren best wel veel 3 liter pus memes. Ik ga er niet mee draaien. Het waren er te veel. Ik hoop dat ik er nu minder tegenkom. Oké, ik zit mijn hele bril te beslaan. Maar dat hangt af van jullie. Ik heb de vorige keer volgens mij ook heel expliciet gevraagd dat ik alleen maar bekende mensen op mijn subreddit wil, zodat ik die als titel kan gebruiken, zodat ik stonks kan verdienen, zodat ik merchandise kan maken. Ik heb volgens mij niet zo gezegd. Verzekering, ziekenhuisverzekering, 4 maanden niet kunnen werken, hoelulu. Zodat ik Martijn kan betalen, jongens. Deze video's worden niet vanzelf gemaakt. Dat kost heel veel mankracht en vlaai. You done your... Volgens mij begin ik wel Alex, Klein en Dennis kijkers te krijgen. Nu is ook ondertussen helemaal niet gek. Hey, maar als jullie kijken, jullie zijn ook welkom hier natuurlijk. En natuurlijk. Natuurlijk. Hè? Dit gelooft niemand. Goede boedoe. 3 liter pus memes. Daadwerkelijk goede memes. Alex, Klein of Ark. Jokes on you. Ark Week blijft gewoon doorgaan. Yeah. Ga naar het YouTube kanaal Rudimentair. Ark Week. Oh, wat hebben we toch mooie dingen meegemaakt, vinden jullie niet? We hebben 3 liter pus memes gezien. Alex Klein memes. En dat was het wel. Nou, wat fijn. Laten we proosten, jongens. Op een goed 2022. Met minder pus. En meer Alex. Of andere bekende namen. Alex aan het uitleggen hoe je de perfecte piepstem kan gebruiken om de meeste 8-jarigen te laten kijken. Nee, kippie! Dat is ongeveer tussen de 18.000 en 20.000 hertz, dacht ik, ja. Ja, nee, dat is wel correct. Mijn theorie is dat alles boven de 15.000 hertz toch wel, zeg maar, mensen prikkelt van 5 jaar en ouder. Als je toch die doelgroep wil bereiken van 16 plus, weet je wel, dan moet je een beetje onder die 8.000 zitten. My name is Morgan Freeman. And every time I tell the truth, I earn a freckle. Wacht maar tot Roedie zijn gains teruggeeft. Alex Klein. Oké, I'm a fight. Damn, Alex got copyright. What a cut me. Toch goed. Als Roedie en Alex erin waren. Roedie had een fit van Alex Klein in zijn fit gedaan. Dus daarom verwijderd, zegt Alex Klein. Er stond een blokje, dus het is voor niks verwijderd. Alex Klein, sprakeloos. We got him, Martijn. We did it. Hij is sprakeloos door de edits. Roedie elke keer als hij een meme fit maakt over Alex Klein. I fear no man. But that thing. Video delete. Met zo'n zomerfoto. Come on, man. Jongens, genoeg Alex Klein. Stop nou. Wat zei ik nou? Gewoon Enzo Knol slaat Roedie, Mr. Beast meme, weet ik veel. Gewoon iets. Fly it, jongens. For Christmas, I want a dragon. Be realistic. Ik wil dat Alex Roedie's video deblokt. What color do you want your dragon? Nou jongens, welke kleur willen jullie? Het gaat niet gebeuren. Ik maak hem zelf nog steeds opnieuw. Oh, yes. Yes. It finally happened. Kroezelkop snapt hem. Easy 500k views. Yes. Dat is omgerekend. 10,50 aan money. Ah, een gewone meme maken over Mr. Beast. Een Mr. Beast meme maken zodat Roedie hem in de thumbnail kan zetten. Let's go. Nobele gast. Je hebt goed je werk gedaan.
ga zo door. Ik ga... Jij mag kiezen welke taal ik de volgende intro ga praten, oké? Okay? Zet het in de comments. Geen idee wie je bent. Maar zet het in de comments. Rudy, wanneer hij zag dat Alex klein vindt, is voor straks. Nou, niet. Ja, zo was ik wel. Maar ik weet al wat hij doet. Ik weet al wat hij doet. Meme video verwijderd. Martijn die een kleine edit heeft gemaakt. En Alex klein zijn video. Humanity restored. Yes. Oh, dit is een leuke. De walkthrough, oké, van Marktplaats is goed geweest. Petitie om Rudy security breach te laten spelen. Dat kan ik doen. Ik zat zelf misschien hierover na te denken. Laat hem weten, moet ik dit spelen? Wat bapauw? Is dit de bapauw? Ik wil hem wel spelen. Is dit de enige petitie trouwens? Waarom doen we geen petitie over het verwisselen? Of zeg maar, waarom doen we geen petitie voor een ander dekbed? Dit is stom. Waarom doen we geen andere petities, jongens? Waar zijn jullie petities? Ik dacht dat jullie geen een mening hadden. Hebben ze een keer een mening, joh? Anders sla ik je met stokken, zei de influencer online en wordt nu gecanceld. Hé, hey, bapauw. Nog meer bapauw. Oh, gebruik de chat rudimentair, maar... Texarchale meme. Oh, het is een meme, template. Oké. Gemiddelde Alex Klein fan. Clickbait thumbnails, Roblox, chipmunk stem. Geen... Rond. Geen person. TikTok. Gemiddelde rudimentaire genieten. Hè? Dat zijn de connoisseurs. Vernoemd naar staartbeen. En blinde darm. Equals pus. Goed, we gaan door Ark. Twitch. Meesmans carried. Gerda. Broeders. 1,7 liter. Dat zijn exacte getallen, neef. En... Aneasio. Nasibami Rudides. Yes. Thanks. Good shit. Ik wanneer mijn broertje Alex, de kleine aka Lil Alex, zit te kijken zonder headphones. Je peace, allemaal. Nice. My wife's funeral? Sexy. Missen jullie het witte haar, jongens? Zijn er überhaupt nog kijkers die het witte haar kennen? Kijk, mijn vriendin, mijn huidige, die vindt het helemaal niks. Ik heb soms nog zoiets van, joh, weet je wat? Damn, ga gewoon even weer kleurtje erin of zo, weet je wel. Ja, ben wel benieuwd. Het was wel een fase, hè. Het was ik midden in die Fortnite. Dat was sick. Yo, Jantje! Yeah, die ken ik. Het gaat op zijn minst niet over pus. Mensen die niet weten waar B-Zone vandaan komt. Mensen die het weten. Ik kreeg soms nog berichten. Dat is dan bijvoorbeeld van... Nou, jongere kijkers bijvoorbeeld, die hebben dan dat besteld. Maar die zijn dan blijven van... Oh yes, ik heb een Bone Zone hoodie van Rudy. Ja, dat rijmt wel zo lekker. En dan moet ik ergens toch gewoon lachen. Misschien snappen ze de grap wel volledig, maar toch vind ik het erg grappig. Goede boedoe. Rudy, 3 liter pus. 3 liter pus. Ik kom er niet vanaf. Maar we hebben wel vandaag de eerste keer 1,7 liter aangetikt. Dat zijn nette cijfers. De liters pus dalen, jongens. Blijf in quarantaine. Hoe langer je in quarantaine blijft, hoe meer ze dalen. We komen er wel. Samen staan we sterk. Ik doe niemand mee. Ik heb geen idee wat het nieuws allemaal zegt. Dennis 6 kijken of memes maken voor Rudy. I get this. Maar als je Dennis 7 kijkt, dat is een ander verhaal. Poedeboedoe. Ik die geen 3 liter memes... Nee. Als jij zegt, ik die geen 3 liter plus memes kan maken, maar wel zo even een 3 liter plus meme maakt... Gast. Ja, maar eerlijk jongens, laten we even heel eerlijk zijn. Ik heb, toen ik jonger was, al heel veel klappen gehad. Ik heb recent 4 maanden lang het ziekenhuis gelegen en nog een proces wat waarschijnlijk wel wat tijd overheen gaat. Nog een paar maanden. Misschien blijf ik al mijn hele leven last van houden. I don't give a shit. Ik maak gewoon poepgrappen. Dat is mijn leven nu. Ik heb een dikke huid gekregen, jongens. Ik ben kapot van binnen. Niemand op Minecraft kan mij stoppen. Arkwake met Rudy, Sectors Clear, 1,5 liter plus. Je hebt het hier overheen gezet. Goeie poging. Help, ik zocht hem niet om deze template te gebruiken. Wat heb ik gemaakt? Wat de... Wat? Sorry, ik val alleen op honden. Nee. Nee. Ga weg. Alex, klein bedrijf die een kans ziet om Rudy's carrière te weinigen. Dat gaat over dat MCN wat mijn video heeft geclaimd. You wanna fuck with me, huh? Kut me. Ga weg. Meesman wordt... Zelfs Meesman wordt nu gewoon gememed in een meme. Oh mijn god, dit gaat ver. Rudy ziet dikke stacks lopen. Oh, damn, chickie. Ik bedoel, damn, stacks. Alex en Dennis houden me tegen. Bro, waarom? Gun mij gewoon die stacks. Weet je hoe zwaar mijn jaar was? Belastingdienst. Hallo, koekoek. Moet betalen. Sommige mensen worden nooit oud. Ark met een gloednieuwe map. I can entertain you. You can't, but he can. Emmer op hoofd. Fijn dat de emmer een meme is. En om het af te sluiten, geven we even wat aandacht aan Meesmans. Kijk, r/broedie. Nadat 3 liter iets memes geband zijn. Rest in poepoe. High IQ meme. 1,7 gang. 3 liter gang. De hele subreddit. De zaakjes Meesman.
Gaat volledig met zijn neus in de snats. Ja. En als laatste, eindelijk een beloning voor al mijn harde werk. Achievement unlocked. Irritantste joch op Ersler's Rudy. Nou, Mees, gefeliciteerd. En iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een zalig jaar tegemoet gaan. Vol met minder dan 1,7 liter pus natuurlijk. En vooral gevuld met Rudy-video's. Volgend jaar wordt mijn jaar, jongens. Ik ga waarschijnlijk alleen maar achteruit. En dan verdwijn ik ergens aan een infuus. Wat is de toekomst toch mooi. Oké, bedankt voor het kijken. Dag!